Ander bloed, interessant bloed. We gaan naar bloed van Balloubet du Rouet. We gaan naar Brandsau VDL. In deze online hengstenshow van de VDL-stut nemen we u doorheen de ganse collectie en bespreken we elke hengst die dit jaar wordt aangeboden hier vanuit Friesland, vanuit Beers. En een van die hengsten die we graag aan u willen voorstellen is een hengst die eigenlijk vooral heeft carrière gemaakt in Duitsland tot dusver. We gaan spreken over Brandsau VDL. Brandsau VDL is the result of the combination of two legendary Olympic stallions, Balloubet du Rouet and Carthago Z. Brandsau VDL is bred from Holsteiner strain 104A, one of the best performing breeding families. This line includes the great Corland VDL and Davenport VDL of Laura Klapphaken. Brandsau VDL is a brother of the international performing Corradina. Brandsau VDL won several Bundeschampionat qualifiers, and now he's jumping at 1.45 m level. His oldest offspring are now turning 5, and already 3 sons of his are approved in Germany. In both Holstein and Redefin, they stood out with power and technique. But what else can you expect from such a pedigree? Waanzinnig gefokt, Balloubet du Rouet uit de moeder van Carthago Zuid. En we gaan Brandsau VDL meteen even ontleden met Wibiede van de Lageweg. Wibiede, Brandsau, ja, geweldig pedigree, geweldige familie. Ja, topfamilie, stam 104 jaar. Boespadpaarden, Corland komt ervan, Corradina, en noem maar de lijstjes, ontelbare goede paarden. Het begint bij de hele goede oude Retina. Ja. Zou het kunnen dat niet elke Nederlandse, Belgische, Franse fokker Brandsau kent? Zou kunnen, maar de meesten die zich in de fokkerij verdiepen, die kennen hem zeker wel. Het is een heel interessant gefokker hengst ook, waar we net zijn qua moederlijn, qua vaderlijn. Het is een Balloubet uit Carthago Moederweg. Mooi slag van springen, kun je ook zien op een film. In zijn type kun je iets Balloubet van terugwinnen. Maar ook in de navak, goede jonge springpaarden. In vrij springen iets fanatiek, zo een beetje iets gretig. Maar de eerste die loon de zaal loopt, de 4 en 5 jaar, lijkt echt extreem goed. Dus ik denk echt dat een fokhengst voor de toekomst gaat worden. Ja. Heb je het dan over hemzelf of ook over zijn nakomelingen die in vrij springen best fanatiek zijn en dan onder het zadel weer beter worden? Die nakomelingen, maar dat is typisch een beetje Balloubet. Die zijn een beetje fanatiek, zeg maar. Dus dat komt soms te kosten voor als je nou een 9 op spring krijgt of een 8, zeg maar. Maar onder zadel iets meer controle krijgt, dat is echt heel goed. Ja, klimmen ze mooi in. Wat heeft hij nodig aan de moederskant? Waar moeten we toch voorzichtig voor zijn? Nou, hij geeft bloed mee, dus je kan hem gerust iets royaler mee bij gebruiken. Ja, Brandsau VDL, momenteel zit hij in Duitsland. Ja. Hoe doet hij het daar? Nou, daar is hij ook begonnen zijn carrière als hengst, maar hij is een halshengst gekeurd. Dus hij blijft dekken bij Vuls op dekstation. Die leidt hem op voor zo ver mogelijk te komen in de sport. Dat is zijn doel daar en hij dekt daar. En hij scoort heel goed op hengstkeuring, nakomeling, veiling. Nu de sport, 4 en 5 jaar. Op die kwalificatiewedstrijden die jonge paarden in Duitsland doen met punten, die scoren gewoon echt hoog. Ja. Brandsau VDL, een hengst die in Duitsland het in elk geval heel goed doet. Die het ook in de fokkerij, vooral in Duitsland, dan als een streep heeft verdiend. Met diverse nakomelingen. Wel, we hebben hem leren kennen. Brandsau VDL.